Dat is dan Multisure Crusaders Rugby Football Club, die bezoekers. Dat is dan natuurlijk Young Leopards. Multisure Crusaders en die kenmerkende rooi en zwart truien. En Young Leopards, die is dan met die zwart en geel. Scheidsrechter, die is meneer Real Vannies van de SVD. Jong en een goede scheidsrechter. Wedstrijd, Super 14, week 7. Ze gaan de eerste lijn staan, zien deskant. Die oostelijke paviljoen kantlijn in die 22 meter. Onmiddellijke strafskop. Damien Sederis. Hij tik vandaag. Broad Mitchell. Jouw doorang. Wayne Kahn. Hij is sterk met bal in hand. Sederis. Janne van Fortuin. Ronaldo Fortuin. Hij lijkt gevaarlijk. Ronaldo. Osaldo kiewiet jouw doorang. Hij steekt in het doener. Multisure Crusaders. Mali Bongiwe. Mani. Janne van die achter. Skramskakel wat bijkom. En hij steken gedoen. Om een keer bezet. Kan jij dat gloeien? Kan jij nou meer als dat vragen? Michi. Scheidsrechter senior. De strijd. Speel aan. Michi. Hij steken een meter of twee gewin. Dat is dan een nummer drie. Odwa. Steeds Odwa. Hier komt Young Leopards. Dat is een betere periode. En de scheidsrechters zijn hier. Dingen wat niet helemaal aan die kant van die bezoekers wil wees niet. Sederis. Steers. Kiewiet. Skippers. Janne van Justin Bana. Ronaldo Fortuin. Hij trekt zijn oren plat. Wat maakt hij? Hij hardloopt zoals een wafferse vliegel. Das Panta Valanta jouw doorang Ronaldo Fortuin. Asaldo Kiewiet, hij zet twee punten bij. En Janne van Glenwell Jafta, die generaal, loskakel. Hij kan ook dienst doen op center. Janne van de Mazissen. Via oorschiet aangeer Ronaldo Fortuin. Een van zijn kenmerkende zijn stapjes. Justin Bana. Steeds Bana. Hij jou, die spelers aan de rij. Uitstekend gaat doen, Glenwell Seko Jafta, jouw doorang. Asaldo maakt geen fout niet. Steeds Leopards. Scheidsrechter speelt voordeel. Skramskaak wat bijkom. Klubhard gelakt door Mitchell. Janne van Luyanda. Meters van die doellijn af nou, Crusaders. Hulle verdediging is rotsvast. Dat is die bezoekers wat wil deurbars deur die verdediging, maar hulle is nog nie deur nie. So meter of twee weg van die doellijn af nou. Crusaders, hulle keer. Het is rotsvast. Dan verander hulle van richting die bezoekers. Maar dat is nog steeds toe. En dan Barcelona hier, dat is die bezoekers. 8 minuten binnen die tweede helft met een feitelijke makkelijke skop wat verdoel wordt door die loskakel. Duda. Fortuin. Bongani. Hij kent het één pad en dat is voor en toe. Sederis. Mitchell. Fortuin. Ronaldo Fortuin, jouw doorgang. Oh, als die nog bij komt. Reinhard Steers. Hij rond af. Van Multisure Crusaders. Dat is wanneer jij jouw oor op die bal hou. Wat de beviaat aan misschien van Multisure Crusaders. Is die Asaldo Prins, nummer 10.
Nummer 23 intussen wat op die veld verskyn. Vanilla. Vanille. Kijk, hij wordt hij bal onderschept. Die plaatsvervanger nummer 22. Hij draft net weg. Verspot makkelijk van 5 punten. Saldo. Prins. Jola. Hij wil vanaf speel. De draak Brissi scout die op het Outeniqua Park op uw oomlik intussen. Ligt die wedstrijd tempo van die wedstrijd. En intussen ligt ons tent ook amper. Samen die tempo van die wedstrijd. Crusaders! Wat maak hulle? Een van jou, een van mij. Die bal blij in besit van hulle. Dit is hoe jy speel, man! Dat 5 punte! Asaldo, die wat nog 2 punte gaan bijvoeg. Inderdaad, doen so. Dando Duda. Plaatsvervanger skramskakel. Nooi, Mayanda. De Mazisan. Skara die wat saamgesjaals. Aiden Joseph, hij lak zijn man. Joseph, zo'n boksprong of twee, steeds op zijn voeten. Ondersteuning wat bijkomt. Daar is man aan de buitenkant. Buren, dilem. Baks, jouw doorgang. Nog 5 punten van Multisure Crusaders. Bal wat nou skarrel, bijna onderskip. Daar gaan die bezoekers. Daar gaan hulle eerste 3. Tweede 3. Een van sy kenmerkende loopies hier kom hy. Tando Duda wat maak hy. Panta! Duda jou doorgang. Leopards 4. Hante hardloop om vast aan 2 verdedigers van Crusaders. Grond toe wat gaan word met die bal. Dan kom die bal uit hier. Dan so'n boksprong deur die skrimskakel of die loskakel. Steeds in besit van die bal. Young Leopards nou. Hier na die ander kant toe. Wyd gespeel. Crusaders een manne wat soos hommelbye om hom is. En om omsingel. Dan word daar weer van rigting verander. Steeds in die handen daar so van Young Leopards nummer 17. Dan verander hulle van rigting. Dan word daar binnen ingesny, binnen die verkeer in. Binnen in Buren Parkson, wat sy verdediging rotsvas is. Die skeidsregter wat dan blaas op sy vlijtjie. En hy sê nee, daar was omkantspel gewees. Aan die kant van Crusaders. Wie nou hulle keer sal moet ken. Dis letterlijk meters van die doellijn nou af. Dan sit Young Leopards. Wat dan afrond. Dit is dan die Crusaders span wat die oorwinnaars is. Die skop wat daar so is, lyk het vir my. Nee, hy het nie die afstand nie. Die rigting is daar, maar hy het ongelukkig nie die afstand nie. Dit is dan die einde van die kragmeting. Crusaders wat hierdie een wen.